Strijders, welkom bij een Q&A'tje. Zoals beloofd, elke dag een video of een livestream tot en met oud en nieuw. En dus ook vandaag, terwijl ik in Antwerpen zit, een videootje online. Ik heb jullie natuurlijk nogal wat gevraagd. 100.000 abonnees voor 1 januari, dat is het doel. Ik vraag heel veel van jullie, van de mensen, van de mensheid, van de kijkers. En dus mogen jullie mij ook van alles vragen nu in deze Q&A. Althans, dat hebben jullie mij eigenlijk al gevraagd. Op Instagram, onder mijn laatste post. En ik ga gewoon zoveel mogelijk vragen voorbij laten komen. Ik scroll eventjes naar boven tot het moment waar de vragen beginnen. Want het was een foto van vorige week. Even kijken. Ik heb het gisteravond tijdens de livestream gevraagd. En ik denk dat er iets van 150, 200 vragen zijn die erin staan. Kijk. Alright, daar gaan we. Jelmer vraagt, wat vind je van Keizer Oud? Ik vind het heel jammer voor hem. Ajax was net goed bezig, voor mijn gevoel. Maar ik denk dat Van der Sar en Overmars wel zo hun redenen hebben. Hoe ben je ooit de beste geworden? Natuurlijk moet je goed kunnen spelen. En met FIFA 10 ging ik voor het eerst naar toernooien. Bleek dat ik inderdaad echt tot de nationale top behoorde. En dan moet je ook veel blijven spelen om echt de allerbeste te zijn. En toen werd ik in 2010 Nederlands kampioen voor het eerst. En dan mag je jezelf de beste noemen. De eerste FIFA die ik speelde was FIFA 99, vraagt Twan. Kaspar, wat wilde je anders worden als er niks met e-sports was gelukt? Presentator, daar ben ik ook eigenlijk op dit moment nog mee bezig. Komt er dit jaar nog een Ultimate Clash? Ik denk het wel. Pin me er niet op vast, maar er komt vast nog een heel groot toernooi in de arena. Zeker. Hoe heb je je vriendin leren kennen? Kan ze ermee omgaan dat je zo laat en soms zo vroeg opgaat voor Weekend League? Ze komt eigenlijk ook uit de buurt van Arnhem, net als ik. Dus daar ken ik je van. En ze kan er heel goed mee omgaan. Het is een schatje. Dus dat accepteert ze. Dat, ja. Daar gaat ze heel goed mee om. Hoe ben je in de FIFA-scene gekomen? Eigenlijk een beetje toevallig. Vrienden van mij kwamen erachter dat er toernooien waren op locatie. Zijn we toen gewoon heen gegaan. Ja, toen ben ik naar die toernooien blijven gaan eigenlijk. Wat vind je de beste speler van FIFA 18? Ik denk overal toch Ruud Gullit. Die 90-rated Gullit. Hoe hou je het vol met zo weinig slaap? Ja, nou ja, ik hou het op zich wel vol. Ik blijf op de been. Maar afgelopen weekend, gisteren natuurlijk hartstikke slecht geëindigd in de Weekend League. En dat is wel een gevolg van zo weinig slaap. Dat ik het weer in zo'n korte tijd erin heb gepropt. Als ik dan eenmaal slecht ga, dan is het ook klaar met me. En dat komt dan deels door heel weinig slaap. Ik zit dan echt met koppijn en vermoeidheid te spelen. Dus. Hoe lang ben je al e-sporter bij Ajax? Sinds september vorig jaar. Dus dat is 15 maanden ongeveer. Wat vind je ervan? Bijna 100k. Ja, daar ben ik echt hartstikke trots op. Echt. Dat is iets wat heel lange tijd heel ver weg is geweest. En nu zijn we er bijna. Remco vraagt, welke FIFA vond je het leukst om te spelen? Ik vind deze heel erg leuk. Echt, ik vind het een hele leuke FIFA. FIFA 11 heb ik de beste herinnering aan, want FIFA 11 was ik echt de allerbeste. Ik was Nederlands kampioen en 4e van de wereld op het WK. Hudaifa zegt, waar speel je zaalvoetbal? In Putten. Ik heb heel lang in Zetten gespeeld, maar nu speel ik in Putten zaalvoetbal met mijn neven. Wat is je favoriete ding behalve FIFA? Lastig. Ik ben gewoon heel graag met familie en met vrienden. Dat lukt iets minder goed nu ik zo druk ben met FIFA en met werken, maar daar ben ik heel graag. Pieter vraagt hoe mijn familie omgaat met het streamen in de nacht. En hoe vind je het zelf om elk weekendje avonden hiervoor op te geven? Ja, dat is een goede vraag. Dat is lastig. Mijn familie begrijpt het heel goed. Het is mijn vriendin. Ze weten dat het inderdaad belangrijk is voor mijn werk en voor mij. Maar inderdaad, het is lastig dat je echt elk weekend ervoor opgeeft eigenlijk. Dat is soms wel eens lastig. Zeker als het slecht gaat, zoals afgelopen weekend. Dan denk je, ja, kerstborrel ga ik eerder weg. Hè? Drink ik niet, doe ik hartstikke rustig. En dan vervolgens verpruts ik mijn hele Weekend League. De hele zaterdag slaap ik alleen maar en speel ik Weekend League. Dat is alles wat ik doe. Dus ja, dan denk je wel eens, waar doe ik het allemaal voor? Maar de weekenden dat het goed gaat, dan weet ik weer van ja, hier doe ik het voor. En dan zijn jullie met zoveel mensen aan het kijken. En sowieso ook de weekenden dat het slecht gaat, zijn jullie met zoveel mensen aan het supporten. Dat is wel echt een reden waar ik het dan voor doe. Dus dat is dan het antwoord. Waar doe ik het voor? Ja, daarvoor. Heb je een vriendin? Vraagt Tom Star. Ja, heb ik. Wat vind je ervan dat mensen steeds roepen Ajax onwaardig? In bepaalde weekenden hebben ze nog gelijk ook. Want als je 32 haalt in de Weekend League, dan hebben ze gelijk. Sam van der Sar, wie is je grootste concurrent in de E-divisie? Ik heb geen concurrent in de E-divisie. Ja, Roelie en Pasci, dat zijn mijn commentator-concurrenten. Nee, heb ik niet natuurlijk. Favoriete doelpuntactie? Ik weet niet wat je precies bedoelt, Kaira. Maar ik denk gewoon het mooiste doelpunt ooit gemaakt. Ik had dit weekend wel een heel lekkere met Neymar. Rainbow flick en dan met links in de kruising poffen. Heb je nog een doel dat je wilt halen als e-sporter? Nou ja, ik wil wel heel graag in februari me kwalificeren voor de Regionals. En dan moet het wat vaker gaan zoals vorige week. Hè? 40, 38, dat moet ik gewoon vaker halen. En die 33, 32, die moeten er dan echt dus uit. Dus ik moet wat constanter worden. En ik weet zeker, als dit een weekend was geweest van Regionals, dan had ik het niet zo erg verpest als nu. Dan had ik hem echt nog wel 5, 6, 37 gezet. Hopelijk op 37, maar het moet constanter, het moet beter. En als YouTuber wil ik blijven groeien. Video's blijven maken en die 500.000 was wel echt een doel dat ik heel lang heb gehad. En dat lijken we nu dus te gaan halen. Wat vind je ervan dat je in België ook zo populair bent? Vraagt Briek de Bout. Vind ik hartstikke leuk. Ik ga dus nu naar België. Op het moment dat deze Q&A online komt, ben ik in Antwerpen in België. Ben jij daar ook? Laat het me weten via Instagram eventjes. Als je een foto wil of als je me wilt ontmoeten en je bent in Antwerpen, laat het me zeker weten. Ik vind het hartstikke leuk dat ik ook in België bij sommigen populair ben. Hartstikke leuk zelfs. Waarom huur je geen kamer in Amsterdam als je toch bijna elke dag er naartoe moet? Nou, Sander Goelema, ik heb een kamer in Amsterdam. Ik heb een appartement in Amsterdam, dus ik woon daar. Wat is je motivatie om zoveel Weekend League te spelen en zoveel over te hebben voor je kijkers? Vind ik een leuke vraag, DJ van Galen. Ik vraag veel van jullie en ik doe dit allemaal voor jullie. En ik krijg zoveel steun en liefde echt terug van jullie tijdens livestreams en tijdens video's, onder posts, overal eigenlijk. En het minste wat ik kan doen is om mijn Weekend Leagues te streamen en ook als het slecht gaat gewoon te blijven streamen. Dat is iets wat ik heb geleerd. Dat deed ik een jaar geleden bijvoorbeeld nog niet, maar nu stream ik alles, ook al gaat het slecht. En ja, jullie zijn mijn motivatie daarin. Max Brugge vraagt, vind je vriendin het vervelend dat je in het weekend weinig tijd hebt? Ik zal de volgende keer wel even een Q&A met haar doen. Als je dat wil, doe even een likeje en een duimpje omhoog. Als je een Q&A met een vriendin erbij wilt. Maar ja, natuurlijk vindt ze dat jammer. Maar ze weet dat ik op andere momenten wel genoeg tijd voor haar maak. En ja, zij is daar wel heel erg begripvol in. Wat vind je ervan dat Pasci het zo goed doet in de E-divisie? Vraagt Marcelo Wolli. Vind ik hartstikke leuk. Dat is iets wat ik hem heel erg gun. En hij doet het inderdaad hartstikke goed. En ja, ik hoop dat hij het nog beter gaat doen. Maar als commentator ben ik natuurlijk zo objectief mogelijk. En het is niet zo dat ik tijdens wedstrijden voor hem ben. Maar ik gun het hem wel als vriend. Hoe kijk je terug op 2017? Vraagt Rick Gilsing. En heb je doelen voor 2018? Nou ja, 2017 is wel een heel mooi jaar geweest. Met YouTube zijn we heel erg gegroeid. Ik heb voor het eerst een tv-programmaatje gepresenteerd. Op het Club WK in Londen heb ik heel mooi gespeeld. Ik ben bezig met een boek. Mag ik dat zeggen? Weet ik niet. Dat is wel een doel voor 2018. Dan is dit hier een primeurtje. Dan weten jullie dat vast. Daar ga ik verder nog niet veel over vertellen. Maar ja, ik wil natuurlijk nog meer groeien op YouTube in 2018. En ik wil me kwalificeren voor de Regionals. En hopelijk nog wat mooie dingen als presentator doen. Nieuw Bond, kerst of Sinterklaas? Beide wel. Sinterklaas doen we thuis meer met cadeautjes en surprises. Kerst is ook heel fijn, gezellig met familie. Joachim de Kimpen zegt, wie kies je tussen de volgende spelers? Neuer en De Gea. De Gea. Alaba, Marcelo, Alaba. Ramos, Boateng, Ramos. Vidal, Kanté. In FIFA 18 toch Vidal, denk ik. Griezmann, Aubameyang, Griezmann, Neymar, Ronaldo, Ronaldo. Wie vind je de beste icon? Ja, Gullit. Wie was de eerste persoon die jou vanochtend een WhatsAppje stuurde? Vraagt Henkie Spanky. Dat was mijn vriendin. Doe je nu een opleiding of heb je ooit nog de ambitie om een opleiding te gaan volgen? Ik heb gestudeerd aan de Radboud Universiteit. Ik heb bedrijfscommunicatie gestudeerd, afgemaakt. Misschien dat ik ooit nog een master ga doen. Weet ik niet zeker. Wanneer komt er een nieuwe video van tips en tricks? Weet ik niet of die nog gaan komen. In elk geval met FIFA 19 weer. Maar FIFA 18 heb ik al wel heel veel behandeld. Als er echt dingen zijn die je heel graag nog wilt zien, laat het weten. Misschien dat ik dat ga doen. Goeie vraag dit van Stan de Jong. Wil je niet net zoals Lef op huurbasis voor een andere club spelen, omdat je geen E-divisie mag spelen? Heb ik zeker over nagedacht, Stan. En dat is voor nu een beetje te laat. Maar als ik volgend seizoen inderdaad geen E-divisie speel namens Ajax, dan sta ik daar best wel voor open, ja. Lijkt me heel leuk om een keertje E-divisie te spelen. Dus goede vraag van jou, Stan. Wat vind je leuk om e-sporter te zijn en wat niet? Eigenlijk vooral de weekenden dat het heel goed gaat. Dan vind ik het echt hartstikke leuk. En dan zijn we met z'n allen zo aan het strijden, aan het shinen. En dan vliegt de tijd voorbij. Als ik eenmaal heb verloren, als mijn doel van 38 plus eenmaal uit zicht is en ik moet nog heel veel potten, dan vind ik het echt heel erg zwaar om nog zoveel potten met vermoeidheid te spelen. En dan speel ik tegen mezelf en vind ik het zo moeilijk om nog goed te eindigen, net als afgelopen weekend. En dat vind ik dan wel heel zwaar, omdat je ook eigenlijk heel slecht tegen je verlies kan, al helemaal voor zoveel mensen die aan het kijken zijn. Dus ja, dat vind ik wel mentaal heel erg moeilijk, ja. Wil je bij de bankzitters? Nee. Ik ken een aantal van hen heel goed. En met Roelie en met Robbie onder andere kan ik heel erg goed. Milo. Maar nee, het is geen ambitie van mij om bij de bankzitters te zitten. Dat is hun groepje en daar zit ik niet bij. Dus nee. Prime Gullit of Prime Ronaldo? Poeh. Prime Ronaldo ben ik wel mega benieuwd naar. Maar Prime Gullit moet ook fantastisch zijn. Kan ik niet echt goed tussen kiezen. Voetbal of gamen? Eigenlijk altijd wel voetbal geweest. Het is ook niet zo dat ik echt een gamer ben. Meer doordat ik voetbalgek ben, ben ik FIFA gaan spelen. Niet doordat ik nou altijd zo'n ontzettende gamer ben geweest. Dus dan zeg ik voetbal. Ga je nog top 100 maandelijks halen? Nou ja, dat was wel het idee. Maar kan ik denk wel vergeten naar deze 32. Misschien als we volgende week 40 halen. Misschien dat we dan net zijn. PSV of Feyenoord? Maakt me eigenlijk eerlijk gezegd niet zo heel veel uit. Hier is iedereen welkom in elk geval als je nou voor PSV bent of voor Feyenoord. Maakt me echt helemaal niks uit. Je mag hier gewoon kijken. Sterker nog, vind ik alleen maar leuk. Het is niet zo dat ik aan PSV een grote rekel heb dan aan Feyenoord. Dat valt wel mee eigenlijk. Nee. Als je zelf profvoetballer was, welke club zou je willen spelen en welke positie? Ik zou natuurlijk bij Ajax willen spelen en vroeger was ik wel spits in de jeugd. Hoe lang heb je al een YouTube kanaal? Nou ja, dit kanaal hebben we nu ongeveer anderhalf jaar. Anderhalf jaar hebben we erover gedaan om 100.000 ongeveer te gaan halen. Gaan we het halen? Ben je al abonnee? Top, bedankt. Ben je dat nog niet? Doe dat eventjes. We willen voor 1 januari die 100.000 en we zitten nu ergens tussen de 94, 95, of nee, 96, 97 zitten we alweer ergens. Op het moment dat ik dit maak. Dus wie vind jij de beste spelers uit de E-divisie? Nou ja, dit seizoen gaan Ali en Tom natuurlijk fantastisch goed. En ik moet zeggen dat ik Ali altijd wel echt heel erg goed vind. Dus ja, Ali zeg ik dan. Heb je broers of zussen? Zo ja, spelen ze ook FIFA en zijn ze dan goed? Ik heb twee zusjes, die spelen geen FIFA. En ik heb een broer, die is wel vrij goed in FIFA, die kan het echt wel. Vind je het leuk om commentator te zijn bij de E-divisie? Vraagt Milan Kempers. Ja, heel erg leuk. Vind ik super leuk om te doen. En dat is ook een ambitie van mij om later misschien wel commentator of presentator te zijn. En ja, heel leuk om te doen. KDDH vraagt, hoe lang ben je? Ik ben 1,78 meter. Hoe ken je Pasci? Vraagt Stijntje. Pasci ken ik al heel erg lang. Die komt ook uit Arnhem. En ik ben daar ook natuurlijk geboren. Dorpje naast Arnhem. Dus Pasci zat bij mijn broer in het voetbalteam. Daar ken ik hem eigenlijk van. Milan Jolo zegt, denk je dat je nog een keer top 100 maandelijks gaat halen? Ja, dat gaan we zeker nog halen. En heel teleurstellend dat het waarschijnlijk deze maand toch weer niet gaat gebeuren. Want ik heb het dit weekend echt verpest. Maar goed, nee, dat gaan we echt nog wel een keer halen. Bo vraagt, eet je graag eieren? Ja, heel graag zelfs. Ik hou er echt van. Gekookt, een beetje hard gekookt of gebakken. Lekker. Tjonge, wat een hoop vragen van jullie. Ik doe er nog 3. Waar zie je jezelf over 10 jaar? Zegt Jeffrey van Zon. Hele goede vraag. En dat vind ik echt iets heel erg lastigs om te voorspellen. Maar ik denk in elk geval dat ik nog dingen met presenteren doe. FIFA spelen zal ik nog wel doen, maar niet meer als e-sporter. Dan ben ik 35. Ik denk veel presenteren en dat ik ook zakelijk veel dingen doe. Hindu vraagt, wat doe je om mentaal goed gefocust te zijn? Ja, dat is ook zo'n vraag na afgelopen weekend. Heel moeilijk te beantwoorden, maar ik probeer mijn weekenden goed in te delen. Niet te veel naar elkaar te spelen, goed te slapen, goed te eten, rustig te blijven. Laatste vraag is van Ralf 2003. Met wie vier je oud en nieuw? Goeie vraag. Ik vier natuurlijk oud en nieuw met jullie. Hopelijk hebben we dan 100.000 abonnees. En ik vier oud en nieuw in Arnhem. Een van mijn beste vrienden, Stefan, is dan altijd jarig. En daar vier ik het dus ook altijd. Die is elk jaar natuurlijk op 31 december jarig. Dus daar ga ik het dan vieren. Ralf en alle anderen, heel erg bedankt voor jullie vragen. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Dit was het voor nu. Morgen ook weer een nieuwe video. Groetjes vanuit Antwerpen. Bedankt voor het kijken. Adios. Tot morgen.